Natuurlijk moeten mensen dromen hebben en vooral proberen om die dromen uit te laten komen. Maar soms gaat het wel erg ver. Dit is een boekje. Dit gaat over een project dat was ongeveer 10 jaar geleden was dat hier in Noord. Van Noord aan de Rotte. En daar was een soort droom van hoe het in 2010 zou zijn. Dus een paar jaar geleden. Hoe ziet het Noord aan de Rotte gebied er in de toekomst uit? Hoe ziet het eruit in 2010? Stel, we stappen in een tijdmachine en we zetten de klok op 2010. Zo dachten ze toen. Nou, dan ga ik even vertellen hoe ze toen dachten dat het zou worden. En ik zal er ook nog bij vertellen, het heeft 28 miljoen euro gekost. Er klinken stemmen op het Noordplein van kinderen die tussen de kramen van de tweedehands boekenmarkt aan het spelen zijn. Elders klinkt het geluid van het klaterende water van de Marokkaanse fontein. De terrassen aan het Zonneplein bij het Vestzaktheater worden door obers in lange schoten in orde gemaakt om de klanten te ontvangen. Die na een middagje recreatief winkelen in het winkelkwartier straks zullen neerstrijken. Langs de Rotte. De watertaxi meert af en er wordt de oude man de kade opgeholpen. De kroosboot blaast op de fluit om aan te kondigen dat hij gaat vertrekken. Sinds de Zaagmolenbrug weer open kan, maar hij kan alleen maar dicht hoor, is het watertoerisme enorm toegenomen. De bootjes liggen in de schaduw van de bomen langs de Rotte afgemeerd. Bij de waterfietsen staan mensen in de rij om het centrum van Rotterdam vanaf het water te kunnen bekijken. Het Noordplein is al sinds jaren een ontmoetingsplaats van jong en oud. Samen met de waterrecreatie van het Rottekwartier trekt het plein in de zomer met zijn verscheidenheid aan culturele activiteiten veel publiek. Het is een ontmoetingsplaats met vele kleuren. Nou, en zo gaat het dan bladzijdes lang door en eigenlijk, zou je, als je het zo ziet, is er niks van terechtgekomen. Ik denk dat de fontein ook een voorbeeld is. 12 jaar geleden werd hij door de Marokkaanse gemeenschap aan Noord aangeboden. Willem-Alexander is hier nog langs geweest om te kijken naar deze fontein. Wij van Siniak Noord hebben ruzie gekregen met TV Rijnmond. Omdat de voorlichter van de deelgemeente toen, Frits Borgers, die had het wel getipt aan TV Rijnmond en niet aan ons. Daarna heeft hij dat gelukkig nooit meer gedaan. Nou, we zullen beelden laten zien vanuit 2003. Want toen hebben we natuurlijk ook al dit soort dingen lopen filmen. En er is een soort compilatie gemaakt in 2003 over hoe het allemaal was en hoe het allemaal zou gaan worden. De Teilingerstraat, dat is met Europees geld opgeknapt. Maar iets verder op de Burgemeester Roosstraat, de Zwaanshals, de Zaagmolenkade die opgeknapt wordt. Dus dat is heel goed zichtbaar. Dat is eigenlijk een soort investering in hele concrete dingen. Dat is heel concreet, gewoon straatstenen. We proberen weer een openbare ruimte zo mooi te maken dat mensen zeggen, nou, het is hier leuk om te wonen. Ja. Want dat is eigenlijk het achterliggende idee van dat Europese Urban 2 programma. Ja. Dat die wijken weer leefbaar worden. Noord aan de Rotte zorgde er de afgelopen jaren voor dat er 34 projecten met Europese subsidie talloze activiteiten konden uitvoeren voor bewoners en ondernemers. Straten en pleinen werden verbeterd, gevels van huizen werden opgeknapt en grote oude gebouwen werden omgebouwd tot plekken voor ondernemers. Langs de boeken van John Dries en hij stapt op hoge poten. Door de drolle, oh wat vies. En dan denkt hij bij zijn eigen. Het is een buurt waar veel aan schort. Maar toch hoop ik dat mijn wijkie nooit het nieuwe Noorden wordt. We doen leuke dingen met hem. En we eten samen soms. En vind je het ook fijn om met Stefan te praten? Ja, ja, dat wel. Want hij leert me veel. Farida, een jaar geleden waren we ook hier. En toen hadden jullie het diploma ook gehaald. En toen had je een beetje leren tekst verwerken. En, dat soort, wat hebben jullie nu het afgelopen jaar geleerd? Daarna hebben we een rekenprogramma gedaan, Excel. Er zijn heel veel plekken in Rotterdam waar we als gemeente heel hard moeten werken om er wat van te maken. En dat doen we ook. Het zijn barre tijden in wijkgebouw Het Klooster in de Ruivenstraat in het Oude Noorden. Al wekenlang is er een strijd gaande tussen de leiding van het wijkcentrum, aangevoerd door Mustafa Javel, bijgenaamd de filosoof, en een grote groep, vooral Marokkaanse jongeren. Als een jongere zich heeft misdragen, mag hij niet meer in het klooster komen. Nadat er pasjes zijn ingevoerd, houdt een grote groep jongeren zich vooral bezig met het ingooien van ruiten,
het stichten van brandjes en het wegbikken van tegels. Deze stad, daar hecht ik aan. Dit is mijn stad. Hier kom ik vandaan. Dit is mijn stad. In deze stad staat mijn huis. Dit is mijn stad. Hier ben ik thuis. Versterking van de sociaal-culturele identiteit is in de drie gemeenten een belangrijk thema. Rotterdam, met zijn uitgebreide traditie in de stadsvernieuwing, slaat in deze ook nieuwe wegen in. Voor Noord aan de Rotte worden integrale plannen ontwikkeld voor wonen, bedrijvigheid en een groene woonomgeving. Ja, dan zien we het pas. Oh, goed wel. De betrokkenheid van de bewoners hierbij wordt op een bijzondere wijze gestimuleerd. In de wijk is Signac Noord actief, een onafhankelijke wijk-tv. Talloze vrijwilligers zijn permanent op pad om de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in de buurt op video vast te leggen. En in de korte tijd van het bestaan werden meer dan 500 korte en lange reportages gemaakt over de wijk. Welkom. Mevrouw Verdonk, we gaan nu naar de werkplaats voor Marokkaanse vrouwen. Ik ben heel erg voorstander van dat projecten, initiatieven die resultaat hebben, dat die ook gefinancierd blijven worden. En dat kan door de gemeente, dat kan ook door het Rijk. We moeten ook niet doen alsof er helemaal geen geld meer is. Inburgering is nog steeds heel erg belangrijk en ik juich dit soort initiatieven toe. Ik woon hier in de Schouteijenstraat nummer 38. En ik woon hier vanaf het begin al aan. Toen was het nog gezellig. Maar het wordt niet meer gezellig, of het is niet meer gezellig. Kunt u even kort vertellen wat voorrecht eigenlijk is? Voorrecht houdt in dat we op locatie, dus in dit nieuwe politiebureau aan de Zaagmolenstraat, dat hier taakstraffen opgelegd gaan worden aan minderjarigen. En dat zijn dan jongeren tussen 12 en 18 jaar. En aan meerderjarigen. De kracht die wij in ieder geval ontdekt hebben is de kracht van de creativiteit. Mensen komen hier eigenlijk. Ja, alle soorten mensen. Ik ben het hier gewend met deze mensen hier. Ze zijn aardig mensen, gewoon multicultureel mensen. En ja, integratie. Hè? Want dit is Rotterdam. Volgende week wilden we het graag met u hebben over de Hofpleinlijn. Plannen uit 2003. Toen waren er allemaal mensen naar New York geweest om te gaan kijken hoe daar zo'n Hofpleinlijn veranderd werd in de groene oase. En nu moet u eens gaan kijken hoe het nu is.